Hallo allemaal, super leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Ik zit in de auto onderweg naar Amsterdam, want ik ga kijken op de set van een hele nieuwe film, namelijk Vals. Dat is een verfilming van het boek Vals. Ik ga kijken of ik wat acteurs en actrices kan spreken en een beetje sneaky kijken achter de schermen. Dus maar super leuk. Aan het eind van deze video is er nog een superleuke winactie waar je 2 kaarten voor de film kan winnen. Dus blijven kijken. Ze hebben het hele huis nagebouwd in een studio. Dit is de buitenkant. Maar de echte buitenkant hebben ze in België gefilmd. Ik sta nu naast de hoofdrolspeelster van de film, namelijk... Romy. Hoe ziet één dag op de set eruit? Een dag op de set ziet eruit als... 's ochtends heel vroeg wakker worden. Heel vroeg is ongeveer zo 5 uur 's ochtends je wekker zo. Ja. Dan kom je aan op de set, ga je ontbijten, make-up, kleding. En dan eigenlijk de hele dag draaien. Het is een soort rollercoaster. Want meestal nadat je een scène hebt gedraaid, moet je bijvoorbeeld omkleden of een make-up wissel. Mm-hmm. En dan kom je weer terug, ga je weer je scène doorlopen. En dan gaan alle mannen even zo bouwen. En dan mag je spelen. Dus het zijn, de dagen vliegen wel echt voorbij. Waar is het allemaal opgenomen? Dat is super vet. We zijn 2 weken in de Ardennen geweest. Oh. Bouillon heette dat plaatje. En daar hebben we alle buitenscènes gedraaid. En dat was heel vet, want er zitten super vette stunts in de film. En dat was super cool. Oh. En ze hebben daar het hele gebied met nep sneeuw besneeuwd en zo. Dus echt een sprookje om daar rond te lopen. Ja, super. Dat was heel vet. En nu zijn we in Amsterdam in de studio. En hier draaien we de hele binnenkant van het huis. We beginnen op de belangrijkste plek in je huis, namelijk de wc. Hier hebben wij een gangetje en ons huisdier, Vos. Ach, wat een lief beestje. Ja, ik ga je even meenemen naar de ingang van het huis. Dit is de gang. En hier is iets met rechts. We hebben namelijk 2 trappen op de set. Oh. Dit is de onderkant van de trap. Kijk, het heeft maar echt zo 6 meters. En hier is niks. Oh, dat is grappig. En aan de andere kant staat verdieping 2 en daar is alleen de bovenkant van de trap. En hier kom je het huis eigenlijk binnen. Dit is de woonkamer. En dit is trouwens wel super vet. Ze hebben hier een, je kan het waarschijnlijk echt helemaal niet zien, maar een open haard gebouwd. En we zijn dus in een nepset, maar deze open haard gaat wel echt aan. Nou, dit is de keuken. Mm-hmm. En hier is een feestje geweest, dus vandaag. Ja, ik zie het. Een sauna. Yes! Ja, en dit is super vet. Ja, dit zou je wel echt willen. Maar als je hier dus aan het draaien bent en je kijkt naar boven, ben je opeens in de studio. En heb je al eerder gewoon echt in een film gespeeld of is dit de allereerste? Nou, dit is mijn eerste speelfilm en mijn eerste hoofdrol in een speelfilm. Ja. Maar ik heb wel eerder een serie gedraaid en wat korte films en zo, maar dit is wel mijn eerste echte grote rol. Super vet. Ja, heel zeker. Ik kan me nog herinneren op het moment dat ik werd gebeld zo van, je hebt de rol, ik werd wakker. Het was 9 uur 's ochtends, ik werd wakker. En ik was heel brak, want ik had de avond voor een feest gehad. En ik werd zo wakker en zei, je hebt de rol. En ik was echt, volgens mij gewoon 5 minuten zo. Nee. Ja, dat was echt sick. Oh, en daarna ook nog 2 weken op een soort roze wolk geleefd. Hoe is de sfeer hier op de set eigenlijk? Super gezellig. Ja, echt heel leuk. Je wordt echt een soort familietje, omdat je gewoon echt wekenlang elke dag met deze mensen bent, zeg maar. Ja. Maar het is echt heel chill en heel fijn. Ik ben heel blij. Super leuk. Zoals Romy al zei, hebben ze dus geen uitzicht natuurlijk, want ze zijn in de studio. Dus ze hebben hier een heel groot doek opgehangen. En dat is het zogenaamde uitzicht. Wie is de grapjas hier op de set? Dat mag jij bepalen. Ik denk dat jij en Shaheen daar samen een handje van hebben. Ja, nee. Ja. Shaheen, die Stijn speelt, is ook een jongen. En met hem heb ik een hele grappige humor. Althans, dat vinden wij 2. Jullie vinden zij zelf. Ja, ze vinden het zelf heel grappig. Het vindt de rest minder grappig. Wat voor soort rol hebben jullie? Wat voor een type moet je spelen? Ik speel Abby. Mm-hmm. En ik denk dat zij een beetje een meelopertje is. Okay. Een heel braaf meisje die iedereen heel graag als vriend wil. Ja. Ja, ik speel Jeroen. Ik ben eigenlijk ook niet heel diepgaand. En ik word verliefd op Abby. Spannend. En hoe is dat dan? Want je hebt een vriendje.
Ja, dan moet je verliefd spelen. Ja, gelukkig kennen die twee elkaar heel goed. Dus ja, die kan er wel mee leven. Ja. Ik sta nu naast de regisseur van de film, namelijk... Dennis Wots. Dennis, ja. En hoe is het om zo'n film te regisseren? Nou, is ontzettend leuk. Het is ontzettend spannend om, om het een keer een thriller te maken. Ik heb vooral heel veel dramafilms gemaakt. Mm-hmm. En een grote droom van mij was om ook een keer een hele erg spannende film te maken. En wat vind je nou het leukste aan regisseren? Nou, het leukste aan regisseren is dat ik eigenlijk als ik een film bedenk, dan heb ik allemaal beelden in mijn hoofd. En ik denk van zo wil ik het vertellen en ik wil deze acteurs. En ik mag dat allemaal bij elkaar gaan zoeken. Dus ik mag gaan bedenken hoe moet het eruit zien, hoe ziet het huis eruit. Ja, dat is eigenlijk het leukste van regisseren. En als het dan uiteindelijk er staat. Ja, dat is geweldig. Dan loop je als kind in speel, in de winkel loop je rond en mag je hier gewoon mooie dingen gaan maken. Ja. En je had het al even over de rollen. Hoe vind je nou de perfecte acteur of actrice voor een rol die je in gedachten hebt? Ja, dat doe ik altijd met casting. Dus mm-hmm. ik nodig heel veel meiden en heel veel jongens uit. En dan ga ik echt kijken van hoe ziet Kim eruit, hoe ziet Abby eruit, hoe ziet Pippa eruit. En dan ga ik daar de juiste acteur bij zoeken. En dan ga je dat uitproberen. Nou, de beste tip om te gaan acteren is dat je allereerst inschrijft bij een castingbureau. Ja. Dus dat je zorgt dat je bekend bent. Want als je bij een castingbureau bent, dan gaan regisseurs je vragen om auditie te komen doen. Mm-hmm. En vooral heel veel proberen, heel veel spelen en heel veel voor een camera staan. En je hebt ook eerdere films dus gemaakt. Kan je een paar voorbeelden noemen? Ik ben de regisseur van Achtste Groep Zuiden Niet. Ja. Oorlogsschrijver, Storm, maar ook Het Huis van Moeders. Dat is een iets oudere film. Yeah. Maar ook heel erg voor de jeugd. Ik concentreer me vooral op jeugd en familiefilms. De film Vals draait nu in de bioscoop en jij kan kans maken op een kaartje. Want ik mag 2x2 kaarten weggeven voor de film. Het enige wat je moet doen is hieronder reageren hoe vaak het woord film in de video genoemd wordt. En waarom je zo graag die kaartjes wil winnen. Doei doei!